Ik zie uit naar het amendement van mevrouw Van der Plas om te komen tot een stembiljet van 5 meter. En om de heer Omtzigt te sarren, eindigen twee Amsterdammers de eerste termijn. En komt er een minister uit Amsterdam die me ook nog antwoord gaat geven. Dat zal je leren, vriend. Voorzitter, de vraag die we moeten stellen is natuurlijk, zijn wij nog wel vrije mensen? En een antwoord op die vraag kan alleen maar komen van de burgers zelf. Ik stuitte vandaag op een Duits onderzoek. In 1971 zei 83% van de bevolking van West-Duitsland toen nog ja op de stelling man kan seine Meinung frei sagen. En een bescheiden 12% koos voor es ist besser voorzichtig zu sein. Anno vandaag is dat totaal veranderd. Nu zegt 45% van de bevolking ja, vrij mening geven, prima. En 44% meent dat zwijgen goud is. Er bestaat een soortgelijk onderzoek in de Verenigde Staten. Ik ben niet bekend met een Nederlandse enquête, maar ik stuitte op een artikel van Afshin Elian van de Leidse Universiteit met als kop meerderheid durft haar mening niet meer te uiten. Hij beschrijft dit als een teken van angst. Ik daag de VVD-fractie uit het hiermee oneens te zijn. Het is steeds moeilijker om een afwijkende mening te geven, afwijkend van de ideologieën van de staat. Op de eerste plaats is dat de diversiteitscultus, de woke-ideologie, maar ook het klimaatsocialisme en de eurofilie. Andersdenkenden, die dus buiten de linkse kerk staan, hebben het moeilijk. En die kerk heeft alle instituties van Nederland in handen. Dus de media, de universiteiten, de rechtspraak, de ambtenarij, maar ook de musea, de cultuurwereld, de kerken, de vakbonden. En daardoor kan alle waanzin die daarbinnen in de weer eens even mode is, zonder enig probleem er doorheen geramd worden in onze samenleving. Politicologisch onderzoek bewijst welke groep in Nederland altijd zijn zin krijgt. En het is de groep hoogopgeleide. En die stemt in overweldigende mate D66 of GroenLinks. Wie dat begrijpt, snapt waarom er allerlei dingen gebeuren die het Nederlandse volk helemaal niet wil. Van de massa-immigratie en de islamisering, klimaatgedram, windmolens, biomassa-centrales, tot de vernietiging van onze grote Hollandse held Zwarte Piet, of racistische maatregelen om blanken uit te faceren, of dat je geen vlees meer mag eten aan boord van de KLM. Alles dient de staatsideologie te verkondigen. NPO 66 gilt de hele dag over de zegeningen van de diversiteit en het klimaatgedreutel. Universiteiten zijn aan het decoloniseren. Overal zijn diversity officers gepland voor de ideologische zuiverheid. Die ideologie gaat er boven de wetenschap. Musea vallen onze helden aan, zoals Michiel de Ruiter. Spinoza verdween uit de filosofiekanon, want blank. Andersdenkenden worden verwijderd van Twitter en Facebook. Boeken waarin Zwarte Piet voorkomt, worden weggehaald uit de bibliotheken. Boekverbrandingen dus, net als vroeger. Wie buiten de linksliberale eenheidsworst staat, doet dat op eigen risico. Er bestaat een de facto beroepsverbod tegen PVV'ers. Met de twee processen Wilders, met behulp van de ministers van Justitie, werd even een afschrikwekkend voorbeeld gesteld. Hou je mond of aanvaard de gevolgen. En dat is het schrille maatschappelijke klimaat in Nederland anno 2021. Een verkeerd woord en je ligt eruit. Ik spreek op straat veel mensen die zeggen, geweldig PVV. Vaak kijken ze eerst over hun schouder, je weet maar nooit. Vaak zeggen ze, op mijn werk mag niemand het weten hoor, maar ik stem op jullie, hou vol. En waarom mag niemand het weten? Nou ja, het is beter van niet. Oud-PVV-Kamerlid James Sharp, gezegend met een zwarte huidskleur, zei eens, ik ben in Nederland nooit gediscrimineerd om mijn ras. De discriminatie begon pas toen ik uit de kast kwam als PVV'er. Ook gezinsleden van PVV'ers betalen daar soms een prijs voor. Wederhelften die mysterieus worden afgewezen bij een sollicitatie. De dochter van een PVV-volksvertegenwoordiger werd niet meer opgesteld in haar voetbalteam, terwijl iedereen vond dat zij de beste van het elftal was. De coach was een D66'er. En let wel op, de PVV is reeds 10 jaar de tweede of derde partij van Nederland, een echte volkspartij. Als PVV'er ontwikkel je een zesde zintuig voor al die uitsluiting en discriminatie. Meestal voel je het aan je water en meestal klopt het ook. En dan vliegen ook nog eens de natievergelijkingen ons om de oren. Ook al geen uitnodiging om tot gedachtenwisseling over te gaan, maar altijd bedoeld om ons buiten de orde te stellen. Deze minister, die de minister van alle Nederlanders had moeten zijn, vergelijkt mijn partij met de naties in een interview rondom haar Hannie Schaft-lezing van vorig jaar. Voorzitter, in dat maatschappelijke klimaat schrok ik van het woord uitstalling. Dus de minister houdt de mogelijkheid open dat je als kiezer in de semi-openbaarheid van het stembureau
van een stapeltje een biljet moet pakken, een biljet van jouw partij. En het is misschien in een laadje, maar dan moet je zeggen, hey, het laadje van de PVV is leeg. En er wordt gesproken over een gordijntje, het zal allemaal wel. Maar het is levensgevaarlijk, want in alle openbaarheid moet je op die manier duidelijk maken wat jouw voorkeur heeft. In Zweden gaat het ook zo. Een vraag van de heer Snel. Er zit een gordijntje voor, maar het is in alle openbaarheid. De heer Bosma. Dat van het gordijntje weet ik helemaal niet, maar er wordt gesproken van een laadje, er wordt gesproken van laadjes. Een definitieve uitwerking van de minister heb ik nog niet gezien. Er zijn adviezen, kiesraad, et cetera. Er wordt inderdaad gesproken over een gordijntje, maar dan moet je dus bij het PVV-laadje haal jij je PVV-biljet. Dat blijkt leeg te zijn en dan moet je dus even gaan vragen van hey, de PVV-biljetten zijn op en dan moet je weer achter dat gordijntje vandaan. Dus ik vind het maar heel raar en ik vind het ook gek dat dat niet tot in detail is uitgewerkt. Ik ga verder, voorzitter. Nog een vraag van de heer Sneller. Ja, ik ben blij dat de heer Bosma wel heeft gelezen over het gordijntje en ook over andere landen. Onder andere het land Noorwegen, waar dit gebruikelijk is, waar ook staat. Het wordt de hele dag door gewoon bijgevuld en er zijn eigenlijk geen problemen daar. Dus qua aan detail voorbereiden is het wetsvoorstel op dat punt volgens mij helder. Ja, heer Bosma. Maar in Zweden moet je het van een tafel pakken. Dan moet je gewoon de Van Toulamonde, moet je van een stapeltje Svenske Democratena, moet je het stembiljet pakken. Dat kan daar iedereen zien. En de stemming moet geheim zijn. Dat staat in de wet. En een uitstalling staat daar haaks op. Graag een reactie van de minister. Voorzitter, ik beluisterde met belangstelling zojuist de bijdrage van de geachte afgevaardigde Van der Plas en daarvoor die van de geachte afgevaardigde Elian. En wij zijn geachte afgevaardigden. En waarom zijn we dat? Dat is afkomstig uit de tijd van het districtenstelsel. De heer Elian zou hier zijn geweest als de geachte afgevaardigde voor Almere. Hendrik Colijn was ooit de geachte afgevaardigde voor Sneek. Ikzelf sta nooit de geachte afgevaardigde voor Amsterdam zijn geworden, aangezien mijn woonplaats inmiddels volledig is gejuppificeerd. Het verlaten van het districtenstelsel heeft het rechtstreekse contact tussen kiezer en gekozenen doorbroken. En daarvoor is in de plaats is de almacht van de partijen gekomen. Van sommige partijen kun je zelfs lid worden. Dat is natuurlijk helemaal bizar. Een piepklein clubje vergadertijgers bepaalt dan het standpunt van gekozen volksvertegenwoordigers hier in de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk in flagrante strijd met de grondwet, want deze Kamerleden hebben zowel last als ruggespraak. Ik gebruik de oude terminologie. En Kamerleden laten dan hun hoofd hangen naar de partijnotabelen. Het is een aantasting van de parlementaire waardigheid, maar ook een aantasting van de democratie.